Dit weekend is er geen competitievoetbal in de Eredivisie in verband met de interlandperiode. En dus speelt FC Groningen in het Hitachi Stadion een oefenwedstrijd tegen de Graafschap. Maar liefst 8 spelers van FC Groningen zijn opgeroepen voor interlands. En dus bestaat het team van de FC voor een groot deel uit reservespelers. In de eerste helft is FC Groningen beter dan de Graafschap. Al komt FC Groningen in de 7e minuut wel op curieuze wijze op voorsprong. Hier is er nog niks aan de hand als de Graafschap balbezit heeft op eigen helft. En Etemadi met een lange bal het spel weer kan verplaatsen. Maar dan doet hij dit. Mahi pakt het cadeautje meteen uit en zet FC Groningen heel eenvoudig op voorsprong. Enorm knullig voor Etemadi, mooi voor Mahi. Mahi die zich in de eerste helft nadrukkelijk laat zien. Mahi staat even later aan de basis van de 2-0. Geen overtreding van Absalem. Maar hier ziet de ruimte bij de mee opgekomen te Wierik. En hij werkt de bal prima langs Etemadi. Zo staat FC Groningen dankzij Mike te Wierik na 16 minuten al op een 2-0 voorsprong. Die voorsprong staat exact 10 minuten op het scorebord. Deze vrije trap in de 26e minuut komt uiteindelijk terecht bij Serrarens. Zijn schot levert via te Wierik de Graafschap een hoekschop op. De hoekschop wordt doorgekopt door Thomassen en bij de tweede paal ingekopt door Fabian Serrarens. En via Serrarens is de spanning in de oefenwedstrijd weer terug. In de tweede helft speelt FC Groningen met veel spelers uit FC Groningen onder 19 en onder 23. En dat is terug te zien in het spelbeeld. FC Groningen krijgt in de tweede helft nog wel een paar kansen om ook tot scoren te komen. Hier zet Daniel van Kaam goed door. Hij ziet Casiera vrijstaan, maar de Colombiaan schiet veel te slap in. Hier had Casiera kunnen laten zien waarom FC Groningen hem heeft gehuurd van Ajax. De Graafschap gaat daarna op jacht naar de gelijkmaker. Deze aanval wordt opgezet door El Yebli. Handig hakje van Hamdaoui en dan is het Thomassen die de bal naast werkt. De volgende aanval begint bij Hamdaoui. Thomassen ziet naast hem Burgzorg. Zijn inzet gaat via de paal en Boefink weer terug in het veld. FC Groningen houdt stand, want Boefink weet dit schot van Klaassen tot hoekschop te verwerken. En zo wint FC Groningen deze oefenwedstrijd tegen de Graafschap met 2-1.